Goedemorgen allemaal. Ik heb net de vlog afgesloten van vorige week. En ik start nu de nieuwe vlog. Dus leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga aan de slag. Ik kom vandaag echt 14 pallets met handel binnen. Echt hele leuke decoratie voor kerst. Maar ook heel veel natuurlijke kransen en mandjes en dat soort dingen. Dus dat is leuk. En ik ga nu eerst heel veel bloemwerk maken. En ik weet dat jullie dat leuk vinden om te zien. Dus ik neem jullie weer mee. Oh ja, ik heb vanmorgen ook een video opgenomen, een DIY video, want normaal gesproken deed ik dat altijd nadat de winkel gesloten was. Alleen het is nou heel snel donker, dus daar moet ik echt aan wennen, want dan heb ik gewoon geen goed licht en ik wil natuurlijk wel goed beeldmateriaal hebben. Dus ja, iets eerder opstaan en ja, dan doe ik dat voordat de winkel open gaat. Is ook geen probleem natuurlijk, maar ik heb echt iets heel moois gemaakt, vind ik zelf. Ik vind het echt een prachtig stuk, dus die wil ik jullie even laten zien. Kijk, dat is dit bloemstuk met hoogtes, met een parallel stuk. En hij staat er online als jullie dit zien. Dus als je dit leuk vindt om te maken of te zien hoe dit gemaakt is, dan kun je ja, eventjes teruggaan naar mijn video's en dan zie je het. Zo. Ik ga even beginnen met boeketten maken. Ik zet de gebruikers altijd even op draad. De meningen zijn daarover verdeeld. Wel, niet, is het nodig, wel niet. Maar ik vind gewoon dat ze langer staan en op mooie... Je is net iets mooier in een boeket kan verwerken dan. Dat je gewoon net even dat kopje ja, mooi rechtop hebt. Als je nou trouwens wil leren hoe je boeketten moet inpakken, het is een beetje afhankelijk van wat voor soort boeket je hebt, hoe je hem inpakt. Maar er staat een video online, die zal ik wel eventjes in de beschrijving zetten. Daar kan je eventueel, want dat vinden heel veel, daar krijg je heel veel vragen naar en dat vinden sommige mensen toch wel lastig. Dus daar heb ik er ook wat video over gemaakt. Ondertussen zijn we, is het middag en ben ik bezig met nog meer kerst in de winkel. Zoals jullie in de vorige vlog konden zien, had het etalage veranderd in een herfstetalage. Ondertussen is het etalage al flink geplunderd en is hij bijna leeg. Dus daar ga ik ook een kerstetalage van maken. En ik heb net heel veel moois binnengekregen. Echt niet normaal, ik word helemaal blij van. Ook heel veel leuke dingen. Ah, is het echt raar, jongens? Oké, okay, oh, vandaag. Maar ook heel veel leuke dingen voor de cursussen online, dus DIY pakketten. Maar ook heel veel leuks voor de winkel. Ik laat jullie allemaal zien, maar ik zal jullie eerst even weer de etalage laten zien waar ik vorige week mee bezig ben geweest, hoe die nu uitziet. En dan ga ik er weer moois van maken. Nou, zoals je ziet is de etalage niet meer helemaal wat het was. Dus we gaan hem gelijk mooi om. En ondertussen wordt dit wel weer heel mooi. Kijk, deze dennenappels, die zijn gewaxt in allerlei kleurtjes. Echt, ik heb ze ook hier in de kerstboom. En jongens, kijk dit. Ik hou hiervan. Dit is echt super mooi. En leuke prijsjes. Die zit bijvoorbeeld op 20 euro. En ik heb ze hier dus in het klein voor 12,99. Zo, ondertussen zijn we alweer een paar uur verder. Ik kan het wel blijven zeggen, dat is eigenlijk best wel stom, maar goed. Ik heb het een en ander al in de winkel veranderd. Ik heb ook even de planten gedaan, want ik heb even ruimte gemaakt in de hoek waar ik dan ook een kersthoekje kan maken. Ik zal alvast eventjes laten zien waar die terecht komt. En er komt daar een hele grote beer, die net zo groot is als mij. Dus ik ga eventjes proberen die op een plek te krijgen. Ik hoop dat het me dat alleen lukt. Anders ja, moet ik even wachten tot de hulp is. Maar ik ga even mijn best doen. Kijk, de planten staan er ook allemaal weer netjes bij. Het loopt nou iets verder door. En dan ga ik hier ook een kersthoekje maken. Maar eerst de beer. Trouwens te denken, ik denk dat ik eerst even een mooie rode kleed of zo omdoen. Dat geeft toch altijd al een beetje een kerstsfeertje. Ja, dat ga ik eerst doen. Nou, daar gaat hij.
eten, vriend. Kerstkilo's. Zo, ondertussen is het al 5:30 geweest, dus ik ga binnen zitten. Ik heb het niet helemaal klaar gekregen, maar wel echt een heel eind. Morgen weer een dag, dus morgen gaan we verder. Ik zal even laten zien hoe de winkel er nu bij staat. En ja, ik heb gewoon zin om morgen weer aan de slag te gaan. Ik had eigenlijk nog wel doorgewild, maar dat wordt er vanavond niet. En Bloem is er ook nog steeds natuurlijk. Hier ben ik nog mee bezig. Dit wordt nog helemaal mooi natuurlijk. Nou ja, de plantjes hadden jullie gezien dat het netjes was. Hier is trouwens een tafel bij aangekomen, zodat ik iets meer ruimte heb voor kant-en-klare stukjes. En mooie boeketjes. Er zijn heel wat boeketten verkocht, dus ik ga het morgen weer bijmaken. En dan heb ik hier deze etalage, vind ik zelf echt super mooi qua kleuren. Mooi dat natuurlijke met goud. Ik ben zelf sowieso wel gek op goud. Sowieso leuk. En deze etalage is nog niet helemaal klaar, maar daar ga ik morgen mee verder. Deze vind ik echt al wel heel mooi. En dit doek vind ik ook echt geweldig trouwens. En daar zitten lampjes achter. Dat is ook echt super leuk. Oh, en kijk, deze boompjes ook zo leuk. En dan ga ik dus nu binnen zetten en dan zien jullie me morgen weer. Zo, we zijn een dag verder en ja, ik ben weer zoals gewoonlijk in de winkel. Het is ondertussen al middag. Ik heb heel wat bloemwerk gemaakt, dat zal ik jullie even laten zien. En ik ben nog bezig met plantenbakjes en dat soort dingen. Ik ga zo even eten en dan gaan we weer verder in de winkel. Met het veranderen en het kerst toevoegen. Zo, ja, we zijn alweer eventjes verder. De winkel is lekker gedweild en lekker schoon voor morgen weer. We gaan binnenzetten en ja, ik heb niet zoveel kunnen filmen vandaag, maar wie weet morgen weer. Dus je ziet me morgen. Goedemorgen, het is ondertussen maandag, dus een paar dagen verder. De winkel is vandaag alleen op afspraak geopend. Maar we gaan de kerstboom optuigen en de winkel helemaal kerstklaar maken. Ik ga het doen samen met mijn kinderen, dat is gezellig. Die vinden het ook leuk om de kerstboom op te tuigen. Dus dubbel feest en de winkel klaarmaken. Ik heb het zaterdag niet gefilmd, maar we hebben de indeling wat omgegooid. Er zijn tafels bijgekomen, zodat we iets meer ruimte hebben om alle mooie spullen neer te zetten. Dus ik zal jullie eerst even de indeling laten zien. Het staat allemaal nog wel wat vol wat normaal buiten staat. Er staat natuurlijk nu ook binnen, maar ik kan het wel een beetje laten zien. Alles staat nog een beetje op zijn kop, maar hier heb je dus de plantenstelling. En dan hebben we hier nou twee tafels. En dan hebben we hier nu drie tafels. En dan hebben we aan deze kant de snijbloemenstelling, maar dat laat ik straks even zien. Goedemorgen mensen, het is ondertussen dinsdag, gisteravond ben ik nog even doorgegaan, daarvan laat ik je straks weer even wat zien. Het is hier s'avonds gewoon echt te donker, dat filmen gewoon, ja, heeft gewoon niet zo heel veel zin. Maar ik heb Rudolf opgezet, het rendier, en ik vind het echt helemaal leuk. Ik ga nu gauw buiten zetten en even opstarten en dan zie je me zo weer.
Ik stel jullie graag voor aan mijn vriend Riddle. Deze beste vriend die mag de laatste maanden van het jaar altijd in de winkel staan. En ik vind hem altijd heel leuk staan. Dus hij heeft dit keer een plekje gekregen in de hoek naast de kerstboom. Die ik straks nog meer verder ga optuigen. Er zitten al wel lampjes in. Dus ik vind het altijd een leuke ding in de winkel. Ik heb net alle planten nagekeken en water gegeven. Dus het staat er ook weer heel mooi bij. Zo, zoals je achter me ziet ben ik bezig met het inpakken van de pakketten, de DIY pakketten. De sterren was zo snel gegaan, die was heel snel uitverkocht en ik heb hem nu weer binnen. Dus ik kan hem nu, iedereen die hem gepre-ordered heeft, krijgt hem dus ook in huis. Vrij snel, dus dat is heel fijn. Die ga ik al... En dan krijg ik straks nog snijbloemen binnen, die ga ik nog op water zetten en in de winkel zetten. En dan is het tijd om op te ruimen. Goedemorgen, zonder zorgen. Het is woensdag, ik moest even nadenken. Je zag me gisteren nog pakketten inpakken en nu is het alweer de volgende dag. Zo gaat dat. Ik heb heel veel bloemen binnen, die ga ik zo op water zetten. Ik ga eerst buiten zetten natuurlijk. Ik heb ze nog hier in het halletje staan, heel veel moois. Dus laat ik zo zien, maar eerst buiten zetten, opstarten en dan gaan we weer door. Morgen. Ik heb jullie even neergezet. Het is donderdag en het is heel grauw en regenachtig buiten. Echt vies weer vandaag. Maar ik heb wel echt super veel zin om te werken. Want ik kreeg gisteren 5 pallets binnen met heel veel mooie decoratie. Kransen, kerstdecoratie, maar ook gewoon een woondecoratie. Industriële dingen. Dus echt super mooi. Dus ik heb echt zin in om het uit te pakken. Want het is al een beetje verrassing wat er allemaal in zit. Dus super leuk. En alles wat er in wat ik laat zien, zal ik ook even proberen te linken en op de site te zetten, zodat jullie het ook online kunnen bestellen. Dus mochten jullie dat vaker iets hebben wat jullie graag willen bestellen, kun je dat altijd in de beschrijving of in de reactie zetten. Dan ga ik kijken of ik het voor jullie online kan zetten. We proberen zoveel mogelijk online te zetten, maar we zijn al druk bezig met de site om het helemaal up-to-date te krijgen. Maar dat gaat helemaal goed komen en voor de kerst ga ik nog heel veel mooie woondecoratie online zetten. Dus ik zet sowieso de site hieronder in de beschrijving, daar kan je natuurlijk sowieso een kijkje nemen. Maar heb je iets gezien wat je graag, waar je graag de prijs van wil weten of wat dan ook, laat het gewoon even in de reacties weten. Ik ga nou buiten zetten en dan bestellingen maken, bloemwerk maken en dan ga ik beginnen met uitpakken. Ondertussen zijn we een tijdje verder en de beer is verzet. Ja, geloof het of niet, maar ik heb hem er bovenop gekregen, hè. Zo, ik wou jullie net laten zien hoe ver we zijn gekomen. Alleen er komt een klant binnen, dus het voelt toch nog wel een beetje ongemakkelijk. Maar ik zal jullie even laten zien hoe ver we zijn gekomen. En ondertussen ben ik ook bezig met de etalage mooi maken voor de kerst. Ook dat zal ik even laten zien wat ik daarmee van plan ben. En hoe de winkel tot nu toe is. Ik ben nog lang niet klaar, maar het begint er eindelijk op te lijken. Deze kerstboom wordt nog mooi opgetuigd. Nou, daar hebben we hier dus de planten. Daar heb ik net ook weer een nieuwe bij gekregen. Hele mooie ananasjes, echt super leuk. En dan heb ik hier dus een hele mooie hoek met de bier. En dan hebben we hier allemaal opgemaakte plantenbakjes en stukjes. Nou, deze kast die wordt nog helemaal mooi gemaakt, maar dit deel is bijvoorbeeld al gedaan. Echt super mooi. Heel leuke dingen. Hier zitten lampjes in. Is echt heel leuk. Nou, en dit wordt allemaal nog gedaan, daar ben ik dan nog mee bezig. En dan hebben we hier de hoek van de snijbloemen. Ik vind dit hoekje ook echt heel leuk, alleen de kerstboom moet nog even aan. Dan hebben we hier de snijbloemen. De boeketten. En ik ben dus nu hiermee bezig. Ik ga het helemaal volhangen met allemaal mooie hangers. Ik heb hier hele mooie gewakste dennenappels, echt super mooi in allerlei kleuren. Donker, groen en ook wit. Heel mooi. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien op beeld. En hier ga ik ook allemaal kerstballen en zo tussen hangen. Kijk. Oh, en dit is ook echt super mooi geworden hier bij de kassa. Mooi hulp bij gehad. Dat ziet er ook echt super netjes uit. Allemaal kerstballetjes en leuke glittertjes om weer stukjes mee te maken. Het is ook echt super mooi in het ijsblauwe.
De balletjes. Zo, ik ben al een tijdje verder. Ik heb wat een en ander hier opgehangen, maar ik heb ook hele mooie kransen uitgepakt. En die wil ik jullie toch even laten zien, want het zijn echt allemaal echt superleuke prijsjes. Waaronder deze krans, €5,99. Iets ander modelletje, €5,99. Wacht, ik zet jullie even neer. Dan kan ik het iets beter laten zien. Handen vrij. Met dennenappeltjes, €6,99. Deze witte, die vind ik zelf echt fantastisch en heel leuk om op te maken. En zijn volgens mij ook €4,99. Is ook leuk. Deze standaard, €3,99. En echt wel grotere, €7,99. Deze superleuke onderbotjes. Leuk om kaarsjes of vaccines op te zetten. Zijn €3,50 op blanco. En ik had ook nog met de tekst Merry Christmas. Dan neem ik er toch even mee. Deze leuke lantaarntjes. €5,99 had ik aan mijn hoofd. Deze glazen. Superleuk met een lampje erin. En dan heb ik aan deze kant superleuke nieuwe... Ja, sorry, ik zeg elke keer superleuk, maar ik vind gewoon echt alles leuk wat er binnen is gekomen. Verschillende flessen. Deze, en die heb ik in het groot en klein en er 4 verschillende kleuren, zoals je achter me ziet. Is ook echt heel leuk, weer leuke poppetjes. Kijk dan. Oh, en dit is ook echt superleuk. Die wil ik... Kom ik weer. Heel veel kransen dus. Allemaal leuke prijsjes. Deze voor Advent. Ga ik ook nog even leuk opmaken. Deze voor Advent, €2,99. Wat een leuk prijsje. Deze als je industrieel en goud in huis hebt, is dat leuk. Allerlei soorten vaccines, zoals je hier ziet. Maar dit is toch wel echt de topper. Heel mooi. Lantaarn. Een beetje industrieel, €17,50. Maar echt mooie, zware kwaliteit. Dus echt allemaal leuke prijsjes. Oh, dit is ook leuk. Oh, ik zat een beetje in het donker. Het wordt alweer donkerder. Deze met een eland. En ik heb het ook met een ster. Dus ja, en voor de rest heb ik dus het een en ander veranderd. En het is allemaal leuk, maar ik ben nog lang niet klaar. Morgen verder. Ik ga binnen zetten. En ik ben in ieder geval heel blij met alles wat er binnen is gekomen. Ik word altijd super blij van. Ja, en helemaal als het allemaal toch in het echt nog zo mooi is. Goed, ik ga binnen zetten en jullie zien we morgen weer. Zo, ik ben een vlog aan het editen en ik zie dat, dat de vlog echt heel lang wordt. Dus ik ga hem eventjes knippen. In de volgende video zien jullie de rest van de resultaat van de kerst en ja, wat er allemaal nog meer binnenkomt. Normaal gesproken zou deze video online komen op woensdag als extra video. Maar omdat het adventstuk van vorig weekend zo snel is gegaan, komt er woensdag een extra adventstuk online als DIY pakket. En komt deze video extra online in de week. Dus ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Dan help je mij weer mee. En abonneer natuurlijk gratis. Ik zie dat 70% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Dus echt heel veel. Dus ben je nog niet geabonneerd? Druk dan even op de abonneerknop. Dat kost helemaal niks. Maar daarmee help je mij wel heel erg. Dus het zou fijn zijn. En dan zien jullie mij de volgende keer weer.